Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. De Federal Reserve Bank hield, zoals verwacht, de rente onveranderd. Verder blijft men 120 miljard per maand steun bieden met haar opkoopprogramma. Er was verder geen verandering in de eerder afgegeven statements. Per saldo sloten de markten licht lager, maar viel de dollar terug tegen de euro. Joe Biden heeft zijn belastingplannen toegelicht. Rijke Amerikanen gaan fors meer afdragen... En ook de winst op beleggingsinkomsten gaat omhoog. Daarmee wil hij 1,8 biljoen investeren in onder andere infrastructuur, kinderopvang en onderwijs. Na de beurs kwamen onder andere Facebook en Apple met cijfers. Op jaarbasis steeg de omzet van Facebook met 48% tot 26 miljard. Goed voor een netto winst van 9,5 miljard. En dat was ruim boven de verwachtingen. Het aandeel trok 5% aan. En ook Apple overtrof de verwachtingen. Het gaat dan nog eens voor 90 miljard extra aandelen inkopen. Over het laatste kwartaal werd een netto-winst van 23,6 miljard geboekt op een omzet van 90 miljard. Het aandeel steeg uiteindelijk 3 procent. De Nikkei bleef vanmorgen gesloten en de Kospi-index bleef onveranderd. In China resteren kleine plusjes op het slot. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets hogere opening. En dan een hoop bedrijfcijfers. Universal Donco zag de vergelijkbare omzet over Q1 met 40% dalen, waarbij het onderdeel Convention en Exhibition de grootste klap kreeg met min 83%. Hoewel er verbeteringen zichtbaar zijn, zal ook het tweede kwartaal zwaar gemankeerd blijven. En Koninklijke Olie zag de CCS-winst uitkomen op 3,2 miljard dollar en verhoogde dividend naar 17,3 cent. De gewone netto-winst bedroeg 5,7 miljard op een omzet van net geen 60. Topman Van Beurden sprak dan ook van een sterke start van 2021. En ook Unilever versloeg de verwachtingen en zag de onderliggende omzet groeien met 5,7%. Wel was er een forse impact van effecten. Voor heel 2021 verwacht men een onderliggende omzetgroei van 3,3% en het bedrijf gaat voor 3 miljard aandelen inkopen. Een IMCD zag een sterke start van 2021 met een 8% hogere omzet van 810 miljoen en de EBITDA steeg met 28%. Netto bleef er een kleine 64 miljoen over onderaan de streep en men ziet dan ook ruimte voor verdere groei. Ordina zag ook groei bij de publieke sector, maar bij, uh, ook nog bij de farmaceutische industrie. De omzet steeg met 4% en de vrije kaststroom is weer positief. Op de agenda vandaag consumentenvertrouwen vanuit de EU, inflatiecijfers vanuit Duitsland en steunaanvragen, economische groei en aanstaande woningverkopen uit de VS. Morgen hebben we onder andere cijfers van Bezi, Corbion, Signify, Heimans, Brunel en KPN. Bij de analisten zet Alpha Value ASML op verkopen met een koersdoel van 560. Goldman zet Volkswagen op kopen koersdoel 296. En Bader zet SAP op kopen, koersdoel 141. Berenberg zet Philips koersdoel naar 52. En ook hier blijft het advies: kopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.